20 en 21 mei 2017. Leiden staat weer in het teken van de Leiden Marathon. Inmiddels alweer de 27e editie. Op zaterdag wordt de nightrun gelopen, de 5 kilometer door Leiden. En op zondag de 10 kilometer, de halve marathon, de hele marathon en natuurlijk ook de kidsrun. We staan hier nu in de Pieterskerk, het epicentrum van de Leiden Marathon. Waar meer dan 1000 vrijwilligers zich ook klaarmaken voor de start voor dat marathonweekend. Zometeen gaan hier de deuren open. Dan kunnen de mensen hun startnummers ophalen. En dan is het weekend officieel voor geopend verklaard. Ik ben super blij en dit is mijn nummer een momentje. Hè? En ik ben Italiaan. De laatste 7 jaar heb ik hard gelopen in Leiden ook. En welke afstand doe je? 21 kilometer. Waar ga jij meelopen? Aan de marathon. Je gaat de hele doen. Ja. Hoe lang doe je erover, denk je? Ik hoop 3 uur en een kwartier. Ja, het is mijn stadje. Dus ik vind het altijd leuk om hier te finishen. 42, de hele marathon. En wat vind je zo mooi aan de Leiden Marathon? De sfeer en ik vind het een mooie route. Ik denk dat we misschien met de auto gaan rijden. En dat we dan op verschillende plaatsen mijn moeder gaan aanmoedigen. We zijn hier aan de vooravond van de 27e Leiden Marathon. Vanavond de 5 kilometer van Isaac. Ja, en het belooft een waar spektakel te worden. Er zijn wat lokale favorieten zijn aanwezig, maar het is toch vooral een funrun waarin Leiden heel mooi wordt neergezet met allemaal prachtige lichten. De lopers zijn hier met prachtige lichten. Zo willen we de stad een beetje opfleuren. Ja, eigenlijk ga ik gewoon proberen te winnen, maar ik heb al gezien dat er aardig wat concurrentie is. En hoe staat het met de zenuwen? Hebben jullie daar last van? Gezonde spanning. Werkt alleen maar mee. Ja, gezonde zenuwen. Gewoon veel zin in en gaan we wel zien. So Omar, congratulations with your victory here in Leiden. How was it? Yeah, it was very nice to run in the night. It's very good and also the race was for charity. So it's amazing, you can make sport and also you make a good action. Het ging op zich wel soepel, aan het einde versnellen, maar ja, ik heb een berg gehaald. Had je verwacht dat je ging winnen? Nee, ik had niet verwacht. Ik ging voor een PR en dat ik eerst ben geworden vind ik gaaf, ja. Ik had nog meer lampjes, maar die liggen ergens onderweg. Fantastisch, heel enthousiast publiek en lekker gerend, dat was hartstikke leuk. Morgen ook nog de 10 binnen dit uur. Ja, we gaan het best doen, ongetraind, maar mentaliteit overwint alles. Mooie lichtjes overal, overal kaarsen langs de route, heel veel kaarsen, dat is fantastisch. En heb je hiervoor getraind? Ja. Wat was het zwaarste onderweg? Het zwaarste was de heuvel. Gisteravond zijn we eigenlijk al begonnen met de 5 kilometer, maar vandaag gaat het echte werk beginnen. We hebben de halve marathon, we hebben natuurlijk ook de hele marathon, de magische afstand van 42 kilometer en 195 meter. Maar daarnaast hebben we om 2:30 vanmiddag ook een spannende 10 kilometer. Het weer is goed, de mensen hebben er zin in, dus het belooft een fantastisch feest te worden. 4 jaar geleden is de eerste keer dat ik een halve marathon heb gelopen en dat is het. Dus ik ben best wel zenuwachtig. Al die mensen bij elkaar en iedereen is enthousiast en heeft er zin in. En nu ook met het zonnetje natuurlijk helemaal top. Aad was ereburger van Leiden en ridder in de orde van de Oranje Nassau. Wat maakt die man nou zo bijzonder dat we hem hier vandaag herdenken? Aad heeft op allerlei manieren heel veel betekend voor de stad. 3, 2, 1. Nou,
je ziet het, het weer is natuurlijk heerlijk en het ziet er allemaal strak uit. Dat is de basis in ieder geval voor een mooie wedstrijd. We hebben de eerste groep vandaag weggeschoten. Dat is de hele marathon en de halve marathon. Kleine 6000 lopers. En dat ging heel voorspoedig. We zijn meer dan 20 minuten aan de starter geweest. Ze hadden een geweldig gezicht. En ja, nu moet ik het loslaten. Ze zijn allemaal op het parcours. Nou, we zijn inmiddels in Groenendijk aangekomen, zo'n 10 kilometer vanaf de start. We hebben langs de weg al honderden, misschien wel duizenden mensen al zien staan. Jullie zijn eigenlijk het eerste feest dat we hier echt tegenkomen. Wat hebben jullie hier georganiseerd? Het beste feest, hè? Het beste feest ook natuurlijk. Muziek, lekker gezellig een bakje koffie drinken met elkaar. We hebben net een obstacle run gehouden voor de kindertjes. En geweldig mooi weer, dus topfeest. En wat gaat er zo gebeuren als die kopgroep daar de hoek om komt? Nou ja, we gaan vooral veel juichen en lekker muziek spelen. En dan lopen ze een hart onder de riem steken. Daar komen ze aan trouwens, ja. 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 We zijn beland op ongeveer 11 kilometer nu. De brug over de Rijn, de splitsing tussen de hele en de halve marathon. De mensen zien er nog fris uit. De mensen van de halve marathon zijn nu ongeveer op de helft. Die van de hele marathon, nou, die moeten nog wel een eindje. No, nee, never, no more will I play. Het was mijn eerste keer in Leiden hier en toch een behoorlijk pittig parcours. Het is heel verscheiden door het stuk door de velden, waar de wind eigenlijk vrij spel heeft en dan eigenlijk in het mooie centrum. Dus het was uiteraard een aangename ervaring als winnaar, maar ook qua parcours was een heel leuke ontdekking. Ik weet hoe sterk het veld is bij Leiden Marathon en ik wist wel dat ik voor mezelf een mooie tijd zou kunnen neerzetten, maar ik had niet gedacht dat ik hem zou winnen. Was de singleloop nou een voorproefje op dit succes? Singleloop is niet echt mijn afstand, dit is iets meer wat bij mijn passie duurt. Dus het is wel heel gaaf om beide wedstrijden hier in mijn thuisstad te winnen. Go Philip, go! Is hij al langs geweest? Nee, nog niet. We staan met spanning te wachten met bananen en water. Wie is Philip? Mijn vader. En ligt hij nog op schema? Nou, ik vind hem nog een beetje traag, maar hij komt wel goed. Jawel. Nou, de lopers moeten natuurlijk al die dorpjes door en we zijn nu de 20 kilometer gepasseerd, we staan in Hoogmade. Dat is ook een van de plekken waar de lopers hun eigen drankje konden achterlaten en die dus hier oppikken zoals je net zag. Het is nu inmiddels 12:30, dat betekent dat de winnaar van de hele marathon bijna binnen gaat komen en ik ben heel benieuwd of zo'n parcoursrecord is neergezet. Ja, we zitten hier bij de winnaar van de Leiden Marathon, 2:18:53 is volgens mij de officieuze tijd. Congratulations. Did you expect to win? Thank you. Yes, I expect, but the time is very late because of the windy. Bijna niet, maar het normale leven gaat ook nog gewoon door in het marathonweekend. Er zijn natuurlijk duizenden mensen op zo'n dag die gewoon naar het station moeten of van het station afkomen. En hoe moeten die nou de Morsingel oversteken? Vroeger was het met een brug eroverheen, maar daar is nu een nieuw systeem, een sluis, die dus elke paar minuten open gaat, waardoor de mensen de Morsingel kunnen oversteken. Hoe gaat het?
zwaar. Laatste loodjes, u bent er bijna. Daarom, dat moet kunnen. Hoeveelste keer wordt dit? De eerste keer live. Vandaag 10 kilometer van de Leiden Marathon. We verwachten een waar spektakel. We hebben een heel breed veld aan toplopers. We hebben ongeveer 12, 13 man met een persoonlijk record van onder de 29 minuten. Dan loop je dus ietsje harder dan 20 kilometer per uur. En dat houden ze dus bijna een half uur vol. Ja, dat is gewoon echt een bizar hoog tempo. Het wordt heel spannend om te zien hoe deze strijd zich gaat ontwikkelen. Het is El Mazzouri, de Italiaan, die hier wint in een eindsprint die bizar was. Het was very tough because the other guys was very strong and I stay behind since the 200 to the finish and then I do everything I have for beat them. De eerste vrouw van de 10 kilometer, dat is onze Nederlandse favoriete, Elise Eva Tirono. Alleen zo'n race en dan zo dicht bij je PR zitten, dat is ontzettend knap. Dat is een hele mooie check. Het is een fantastische check, daar zijn we heel erg dankbaar voor namens KWF. Ja, want jullie hebben met Team KWF meegedaan met de Leiden Marathon. Ja, klopt. Team KWF is een hardloopcommunity van KWF. Waarbij wij mensen oproepen en enthousiasmeren om met ons mee te lopen. We helpen ze in hun voorbereiding met trainingen en tips. Het is eigenlijk gewoon een hele community. En dan op de dag zelf, dan nodigen we ze uit. We hebben een speciale ontvangst hier met z'n allen. En zo gaan we met z'n allen de marathon lopen. Dus dat is heel mooi. We zijn hier voor het eerst en in Leiden hebben 56 lopers meegelopen. Een merendeel heeft de 21 gelopen en de 10. En we hebben er 2 op de hele marathon gehad. Dus ja, het is heel mooi startbegin hier. Want alleen met elkaar komen we steeds dichter bij die dag dat er niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Hoe ging het? Het is zo zwaar. Mijn petje af aan iedereen die liep een marathon. Was het je eerste marathon? Oh yes. Ja, en nooit meer denk ik. Of mensen zeggen, zeg maar nooit. Something like that. Ja. En is ietsjes meer dan 6 uur over gedaan. Wat had je van tevoren verwacht? Oh, 6 uur. Ook in de 6 uur wil ik lopen. Nee, ik kan niet harder lopen en ik heb ook niet getraind. Dus dit is prima. Hartstikke fijn. Ik ben blij. It is out of my bucket list. Je kwam als allerlaatste, dus met toeters en bellen kwam je binnen. Dat was super leuk, hè? Met de sirene. Maar ik moet heel erg bedanken. Mijn vriendinnen, die heeft allemaal ondersteunen en aanmoedigen. Toppie. Ja, ja. Gefeliciteerd. Hele mooie prestatie. Dank je wel. Tjert, de laatste loper is binnengekomen. Het zit erop. Ja, het zit erop. Ik voel meteen een vermoeidheid. Iedereen is binnen, iedereen heeft een medaille. Ja, als je naar deze editie kijkt, is het topeditie met dit weer natuurlijk. En eigenlijk is het organisatorisch heel goed gegaan. Prachtig marathonrecord. Een prachtige wedstrijd op de 10 kilometer. Ongekend veel mensen in de stad. Veel lachende gezichten, dus ja, wij kunnen alleen maar tevreden zijn. Nu op naar volgend jaar? Ja, eigenlijk was ik al een maand bezig met volgend jaar. Maar we gaan gewoon door en sterker nog, wij hebben altijd het gevoel dat het beste nog moet komen.